Welkom bij Excelsior 31 TV. Excelsior 31 speelt vandaag een eerste competitiewedstrijd van het seizoen 2021-2022. En wel tegen Terlede. Benieuwd hoe dit duel verliep? Dat kunt u nu zien in de samenvatting. Deze samenvatting wordt u aangeboden door Jan Lichtenberg Hypotheken en alle verzekeringen. Thank you.
Deze samenvatting werd aangeboden door Jan Lichtenberg, hypotheken en alle verzekeringen. De eerste helft was fantastisch. Vergeten we onszelf denk ik een beetje te belonen met een 2-0 en een 3-0. Maar goed, dan ga je de rust in. En na de rust, voor mijn gevoel, kwamen we er iets anders uit dan dat we de eerste helft speelden. Kregen we die 1-1 tegen. Toen was het een beetje hangen, sleuren, vechten. En gelukkig Simon met de 2-1 en uiteindelijk ik met de 3-1 pot op slot en 3 punten. Ja, dus nu even genieten. Mooi, terechte overwinning. En ook wel knap dat we na die 1-1 toch wel een tik wat je dan krijgt. Ja, dat we daarna wel goed oppakken. En uiteindelijk de 2-1 en op het einde nog de 3-1 maken. En dat vond ik ook knap van de groep. Hè? Dat we wel door blijven gaan en geduldig blijven. En uiteindelijk van het veld stappen met een mooie overwinning. De eerste 3 punten van de competitie zijn dus in de pocket. Wilt u nou niks missen van Excelsior 31? Volg ons dan op YouTube of op onze andere social media accounts. Bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende keer.